Hallo, welkom bij een nieuwe video en ik ben in Hartje Amsterdam in de parkeergarage en ik ga voor het eerst volgens mij een video opnemen midden in Amsterdam. In al die jaren heb ik dat nog niet één keer gedaan en ik ga het niet alleen doen, maar samen met Bo. Bo heeft allemaal adresjes, vintage winkels, dus gaan we samen shoppen en ik heb er onwijs veel zin in. Het is prachtig weer, ik zit helemaal in een soort van zomeroutfitje, lenteoutfit en ik ga kijken wat ik tegenkom en ik hoop dat ik wat pareltjes ga treffen. In ieder geval hebben we heel veel plezier en heel veel zin in. Mocht jij een hele dag in een grote stad vertoeven en denk je van nou, ik wil eigenlijk wel met de auto, maar het is hartstikke duur. Heb ik een tip voor je, heb ik nu ook gedaan. Bij Cupra kan je namelijk reserveren. Dus je kan een garage uitzoeken en dan kan je eigenlijk voor een hele dag staan. En dat scheelt je gewoon heel veel geld. Want voorheen deed ik dan altijd, en dan ging ik maar met de trein als ik echt de hele dag in Amsterdam moest zijn. Nu heb ik midden in de stad een garage gevonden. En dan betaal je dus echt heel veel minder. Ik betaal nu voor de hele dag 27,50. En normaal zou je dit al voor 2 uurtjes kwijt zijn. Dus even tip van de dag. Toen ik nog styling deed, zat ik dus ook altijd heel de auto of bij de Bijenkorf. En dan moest ik altijd heel veel shoppen. Dus dan kwam je eigenlijk eerst altijd 1-2 keer per week. En nu jaren niet geweest. Kun je nagaan. Ik ging voor vintage en ik kwam gelijk al een winkel tegen. De Koop, dat kennen jullie misschien wel. Dat is een outlet ook nog daarvan. Dus ik heb een paar dingetjes gescoord. Ik was nog niet de garage uit. Of ik zag al een winkel, De Koopman. Voor mensen die dat kennen. Dit is ook volgens mij onderdeel van The Sting. En Man at Work, als het nog bestaat. Ik weet niet meer wanneer dan. Maar die hebben dus altijd van die deeltjes. En dit was een outlet. En ik heb er wat gekocht. Ja, de prijzen gingen echt nergens over. Ik dacht echt, oh my god. Ik ben natuurlijk helemaal fan van die blouses met die schoudervullingen. Nou, ik dacht, dit kleurtje is natuurlijk zo lekker. Die wil ik echt hebben. Gelukkig zag ik er nog een XL. En fantastisch. En diezelfde ook in het zwart. Maar ik heb die vorig jaar gekocht bij H&M in wit. In zo'n grijzig beige. En nog een kleur, dat weet ik nu veel meer, kom er niet meer op. En ik dacht, en een zwarte hadden ze toen niet. Wilde ik heel graag hebben. Ideaal, dit soort blouses. Ik vind het helemaal leuk. En die waren nu voor 5 euro. Nou, daar kan je ze er echt niet voor laten hangen. En weet je wat ideaal is? Dit zijn echt fijne dingen om onder een trui te doen. Dan heb je dus niet een hele mouw. Maar je hebt wel die mooie schoudervulling. Dus mega goede koopjes bij Koopman. En ik dacht nog iets. Namelijk, ja, ik koop dus altijd kortruitjes als ik kleuren zie die ik dan nog niet heb. Want je ziet het, ik doe altijd layering. Dit is een kortruitje body van Boohoo, maar een paar jaar geleden al, Fleur Neon. Blouse is trouwens van Zara, vorig jaar gekocht. En dit is ook zo'n heel mooi kortruitje, heel mooi groen. Zou ik zelfs hierbij kunnen doen. En die is van Naked en nu ook voor 5 euro. Ik dacht, ja, XL, ik denk dat kan ik niet laten. En ik vind het juist zo fijn dat ze heel strak zitten. Zeker als ik ze gebruik als layering. Dus ik zou het niet heel snel zo dragen. Nou ja, kan natuurlijk ook gewoon bij een heel mooie aansluitende rok of broek. Maar dit is echt een super mooi kortje. Dus ik dacht, ja, meteen al. En ik dacht, oh, ik ben nog de stad nog niet eens echt in. En ik heb al goede aankopen gedaan. Kijk hoe mooi dit is dan. Dit kan ik mij niet herinneren, dit ooit gezien heb hier. Kun je nagaan. Lang geleden. Oh my god, Prada, ja. Dit is die triangle bag, wat nu helemaal hot is. Maar ik moet hierom lachen. Ja. Om die waterschoentjes. Ja, onwijs leuk.
En toen ik styling deed, toen liep ik ook altijd op die markt. Maar had ik natuurlijk wat hakjes en zo aan. En toen liep ik eigenlijk altijd hierop. Die perfuizen, want die keien is gewoon niet te doen. Nu ben ik op weg naar Bo, want die is ook manager van een tattoo shop. En loop ik gelijk even door dit straatje. Het rok in. Nou, hier is het dus. Nou, Bo is nog even bezig, dus ik ga even nog de kalver in. Ook geen 100 jaar mee geweest. My god, Edith. Ja, het is echt, ja. Heel vaak. Kom nu bij de Zara uit. Ik kan daar even een blik werpen. Oeh, lekker jasje dit. Erg leuk, kijk deze dan. Heel mooi blusje. Helemaal zin in zomer, hè? Zulke leuke dingen. Lekker roodje blauw. Is dat voor Bo allemaal? Van de Zara terug naar Bo. Kijk of ze klaar is. En dan gaan we vintage shoppen. Ik stiekem plassen. Kijk of dat ook kan. Zonder dat ik een tattoo krijg. Ook Bo haar borduren werkjes. We zijn buiten en daar is ze hoor. De enige echte Bo. Hey, hoe gaat ie? Goed, we komen net bij mijn nieuwe werk vandaan. Ja, want wat doe jij hier dan? Ja, dit is mijn nieuwe werk. Hey, en jij hebt ook heel veel tattoos. Ja, heel veel. Maar wat doe jij hier dan? Ik ben manager, dus ik ben manager. Dus ik doe niet zelf tatoeëren of piercen, maar ik ben manager. Hey, en ik zag heel veel te gekke dingen die je kan kopen. Ja. Zorg jij daar ook voor? Ja, dus ik doe ook de inkoop van de spirituele winkel, zeg maar. En we hebben nu een gaande website maken en we hebben een hele coole Instagram, dus ja. Ga volgen, ga volgen. En of ik een tattoo heb genomen, dat weet ik niet. Wat zie jij fantastisch uit? Wat zie jij er leuk uit? Wat zie jij er leuk uit? Moet je zeggen. Wat zie jij er leuk uit? Wat heb je aan? Ik heb speciaal voor jou een zwart-wit thema gedaan. Wat goed Dit is een broek van, weet ik niet, van een herenmerk, van Denham. Denham. Oh. Dit is Mango. Dit is een vintage blazer van Christian Dior. Maar jij een blazer aan? Voor jou, speciaal. Nou, fantastisch. En een touch of red. Een touch of red, of course. En een touch of pink. Nou. En nog groen. Bijpassende tas. Ik vind het. Draai het even een rondje. Kijk, die Asian winkel is er nog steeds. Mijn allereerste shopping, hè? Ja. Heb ik hier gedaan. Ik had dus een thema voor Flair, was mijn allereerste shopping. Ja. En toen ben ik hier, was Chinese of zo. Ja, toen was het. En toen ben ik hier allemaal kleine dingetjes gaan zoeken. Kleine. Die ik moest fotograferen. Ja, te heel grappig. Goed. Ja. Even mijn haar goed doen. Ik heb jarenlang in deze straat gewerkt. Oh ja? Ja, ga je straks eens zien. Hier heb je boeken. Allemaal hele leuke fournituren en knoopjes en noem maar op. Ja, echt leuk om te kijken. Heerlijk om dit allemaal te zien. En toch hè, word ik hier altijd blij, die stoffen. Heb je toch zin om allemaal dingen te gaan maken? Echt, het was eigenlijk een ware reunie voor mij om in die straat te lopen waar ook boeken zit. Dus een accessoirewinkel kwam voor. Heel vaak voor shoots, ging allemaal dingetjes maken en noem maar op. En toen dacht ik, hey, ik heb die blouse nog van Monkey. Met witte knoopjes. En ik denk, ik heb hem nog niet aangehad. Die ziet het kaartje nog. Omdat die witte knopen erop zitten. Ik vind het gewoon heel erg lelijk. Nou, en de laatste tijd ben ik sowieso heel veel het verstellen met knoopjes. Dus ik dacht, ik ga daar naar binnen. Bij hun. En ja hoor, ik heb iets gestoord. Nou, los van knoopjes. Bijpassend garen. En ook inderdaad de knoopjes zelf. Nou, het was natuurlijk een beetje gokken of het de juiste kleur is. En even kijken, ik zal even één pakken. Uiteindelijk had ik al 14 gekocht. En ik telde nu, het waren volgens mij maar 10 knopjes. Nou ja, dan heb ik gewoon extra. Maar dit is het kleurtje wat ik gekocht heb. Het is iets meer blauw dan deze. Dit is een meer warmer paars. Maar ik zet ze er wel gewoon op. En weet je, het is altijd beter dan wit. Maar als je dat zo ziet, denk je echt,
wie kan het nou, wie bedenkt dat nou? Weet je wel, het is op de goede grootte. En het is ietsje afwijkend. Maar ik denk dat als ik het eenmaal erop heb gezet, dat het niet eens meer opvalt. Terwijl het witte wel. En ja, dat is weer investering. Tuurlijk koop je een kledingstuk wat eigenlijk al af moet zijn. Maar ik weet gewoon zeker dat ik hem nu wel echt ga dragen. En het is gewoon een super mooie kleur. Met bruin trouwens. En heel tof met dit te combineren. Jij hebt in een winkel gewerkt. Wat voor winkel dan? Ja, dit is Knuffels. En dit was eerst een toeristenwinkel op de Nieuwe Zijs. Toen zijn we hier naar de Nieuwe Hoogverhuis. En toen kon mijn baas dit uit zijn oude ingang van het metrostation. Heel vet. Ja, er zit ook een hele grote roltrap in. Als je naar beneden gaat, kom je bij de metro uit. Wat tof. Ja, en dat heb ik toen jarenlang gedaan. En het is altijd een speelgoedwinkel zo geweest, Knuffels dan? In het begin begonnen we als toeristenwinkel en nu zijn het Knuffels. Hoe oud was je dan toen? Ik was 18 toen ik bij hem begon en 30 toen ik wegging. Niet. Ja. En daarnaast heb je altijd je werk gedaan dan ook? Ja, ook. En gewoon naar school en zo. Wat hilarisch. Aangekomen bij de Kilo Store. Ik weet niet of ze wat hebben. Weet jij de kiloprijzen? Oh, niet uit mijn hoofd. Is dat verschillend? Oh, ja. Ja, ze hebben allemaal kleurtjes. Oh ja, gaan we kijken. Heel handig. Oh ja, hier zie je de kleurtjes. Nou, inderdaad heel veel street. Superleuk, sportwear. Dit vind ik dus echt leuk, hè? Heel leuk gilet. Van? Hele leuke bezem. Bij die Kilo Shop heb ik ook iets meegenomen. Ik wilde namelijk dit riempje. Ik denk, ja, dat is ideaal. En ook als ik riempjes zie, kijk ik altijd of er iets voor me bij zit. Want dat is altijd een zoektocht. Dus ook mijn tip, zie je riemen, sla je slag. En er zit heel veel stretch in. En ik legde hem op de weegschaal en ik moest ongeveer 2 euro betalen. En dankjewel eigenaresse dat ik hem voor niks kreeg. Dus thank you voor een heel leuk riempje. En ja, het is echt, ik vind het gewoon heel grappig om inderdaad dit soort dingen te hebben. En dus ideaal inderdaad met elastiek. Dus heel leuk. Verder heb ik niet veel gekocht. Ik zag wel hele toffe dingen. Maar misschien ga ik er binnenkort nog een keer terug. Lekker even een drankje doen. Nou, smakelijk. Kom je vaak op Waterloo? Nou, vroeger wel met mijn opa. Oh ja? Ja. Leuk. Maar het oude Waterlooplein was vroeger daar. En toen is het verhuisd hier naartoe. Oh ja? Ja. Ja. En het oorspronkelijke Waterlooplein lag verderop. Oh, dat is maar ze hebben het niet net helemaal verbouwd. Nee, dat weet je denk ik alleen als je hier bent geboren in Amsterdam. Ja, precies. Ben je hier geboren? Ja, in Amsterdam zou je dat zeggen. Maar ik ging altijd met mijn opa hier naartoe. En mijn overgrootoom was... kunstschilder. Luc, ik was thuiszorg. Hij was leraar. Zie je iets? Dit dan. Lekker graaien. Ik heb er dus nooit echt zin in, hè? Om dan te gaan graaien. Op die grond. Jij? Ik ben wel een goede graaier, ja. Ja? Ja. Ja, ik ben veel gedaan. Klopt die? Ja. Nou, maat 36. Is toch bizar, 36. Ja. Maar je kan alleen hier niet dicht. Nee, dat is jammer. Ik vind het wel heel leuke kleuren. Heel leuk. Maar wat zou ik doen? Ik zou het doen. Ja? Ja. Nou, je ziet het, maat 36. Die zijn toch helemaal leuk, die schoenen. Thank you.
het Waterloopplein is ook een heel leuk kraampje met ook ringen. En ik heb deze gekocht. Superleuk, weer zo'n plastic. En weet je, het voordeel is, hij past dus. Want dan zit hier ook zo'n openingetje. Dus ideaal. Qua kleurencombinatie vind ik hem heel erg leuk. En ja, ik ben echt heel erg blij mee. Oh, trouwens, daar zul ik wel vragen over krijgen. Perfecte nagellak van Catrice. Nu in de winkel. Fleur en dekt enorm goed. Ik heb nu maar één laagje gedaan. Normaal heb ik altijd Jinger of Gel Look. Maar dit is dus gewoon een nagellak. Ja, en die ring was dus maar 2 euro. Super mooi, ja. Zo, kijk even deze. Die kleur. Ik heb deze net aangehad. Super mooi, maar net te klein. Ja, de lente staat er gewoon in. Helemaal blij hier. Kijk hoe mooi. Zulke toffe dingen. Nou, Bootje, je goed gekozen hier. Zo leuk gaan we. Leuk, hè? Hele leuke winkel dit. En die hoort dus inderdaad bij die ander van net. Ja. En dat is voornamelijk mannen en die heb je dus ook. En er is nog een winkel en die heeft militairen. Ik word hier helemaal lekker van. Kijk, alles op kleur. Ja, goed hè. Oh. En hier alles rood. Nou, mijn outfit van vandaag. Bij die vintage winkel super leuk. Oh, die winterjassen. Oh my god, die kleuren. Ik was helemaal gek. Ik vond ze alleen prijzig. 85 euro was die paarsige. Die hele mooie kleur. En die groene was 79. Maar ik dacht, hallo. Het is zo mooi weer. Ga ik nu, weet je wel, het is voorjaar, de zomer komen we, hè, gaan we tegemoet. Dan ga ik geen winterjas kopen. Nou ja, weet je, de kleuren waren fantastisch, maar net op de heupen iets te krap. En dat echt van die rechte modellen waren, dus ik heb het eigenlijk niet gedaan. Wat ik wel heb gedaan, is deze. Ik ben helemaal fan van deze petjes. Ze zijn Heinrichs petjes. Normaal zie je het ook erin staan. Dit is een beetje versleten, zie je niet. Ik heb hem in het bruin, ik heb hem in het grijs, ik heb hem in een camel. En nu ook in een beige wit. Maar hoe fantastisch. Ik blijf dit een klassiek petje vinden. Komt altijd terug. Draag ook echt regelmatig. En ik was helemaal verliefd en ook echt voor heel weinig kunnen scoren. Al die petjes waren voor 15 euro. Ik weet dat ik eentje heb gescoord in Londen toen. Volgens mij was die echt gewoon 30 pond of zo. Dus... ja, dus echt een goede deal. En het lijkt gewoon een beetje roze als je het zo ziet. Maar echt helemaal te gek. En wat heb ik nog? Ik blijf in de hoofddeksels. Baretjes kun je nooit genoeg hebben. Ook zoiets. Deze kleur had ik nog niet. Het is heel mooi. Echt een mosgroene. Ik heb wel een groene, maar het is meer dat emerald groen. En deze. Ik denk, ja, die neem ik gewoon mee. En dat is gewoon weer verliefd worden op mijn kleurtje. En dacht, ja, dit is toch helemaal fantastisch. Dus, ja, mooie kleur en ik kan ook nooit genoeg baretten hebben. En de laatste zijn natuurlijk ook heel veel van die nieuwe kleuren. Hè? Lila, lichtblauw, mintgroen, die van Monkey. En dit is gewoon een klassieker. En ja, kijk, als ik die nieuw had gekocht, had ik hem ook gewoon bij een nieuwe winkel gehaald. Maar dit was een vintage ding. Nou, superleuk, 10 euro. Vond ik wel wat aan de prijs, maar ik heb hem wel meegenomen omdat ik gewoon een hele mooie kleur vind. Friend. Beetje klein, hè? Beetje klein. Ja, een beetje klein. Superleuke boots. Hey, dit vest zegt Patrick ook. Ja? Precies dat, ja. Nou jongens, hier gewoon vintage. En dit is nu echt zijn mega hotte laarzen. Western en alleen maar western deze zomer. We hebben heerlijk gegeten, lekker zonnetje nog. Kan je het nog zeggen in het Chinees? Nee. Wat moet ik zeggen in het Chinees? We hebben lekker chasu gezegd. Chasu. Het was heerlijk om in Amsterdam te zijn na een tijd. Echt dat ik dacht van...
jaren dat ik in die straat heb rondgestruind. Ik ben wel nog een keer met Rosemarijn op het Waterloopplein gaan shoppen. Maar dat was het dan ook eigenlijk. En nu heb ik echt nieuwe vintage winkels ontdekt. En ik hoop dat jij ook weer inspiratie hebt om daar een keer kijken te gaan nemen. Ik vond het onwijs leuk. Zeker ook met Bo, die allemaal met leuke tipjes en weetjes. En ook jeugdsentiment van vroeger en zo kwam met leuke verhalen. Ik vond het onwijs gezellig en ik hoop jullie dus ook. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Bye!